De oude versie, FVD++, klinkt net als een politieke partij. Die kleine details die je dan misschien niet heel snel ziet, maar die er wel zijn. Welkom iedereen bij deze nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan uiteraard zoals in elke aflevering achtbaan bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. En dat doen we met de hulp van de mailtjes. En gelukkig zijn die mailtjes er nog steeds. Want ja, zonder mailtjes kan ik ook natuurlijk... Nou ja, het kan wel, maar dan hebben we geen projecten meer van kijkers, maar projecten van random mensen uit het buitenland. Maar maakt niet uit, ook hartstikke leuk. Maar leuke natuurlijk gewoon vaste kijkers of misschien wel nieuwe kijkers die dan een achtbaan willen opsturen. Wil je dat doen? Doe dat even naar het onderstaande e-mailadres. En dan komt het helemaal goed. Absoluut. We gaan in ieder geval beginnen met de allereerste mail en die komt van Casper Coaster Creator. Hoi Vincent, hierbij na een lange tijd weer een baan van mij. Dit baantje was voor een IHOP, One Hour of Power. Hierin moet je proberen om in 1 uur een baan te maken, supporten en ook te thematiseren. Er waren natuurlijk ook wel wat regels. Maximaal 3,6G en min 0,3G. Geen inversies, minimaal 1 midcourse, maximaal 65 km per uur en maximaal 30 meter hoog. Wat, dit is gewoon al die omschrijving wat je moet doen in een uur tijd. Dit is echt heel knap. Dit zou me echt nooit lukken gewoon, absoluut. En dan ook nog gewoon al die statistieken aanhouden. Dat is, jeetje joh. De statistieken van mijn baan zijn Connect, dat is de naam. Een Intamin Family Coaster met 2 treinen. Een maximale hoogte van 13 meter en ja, maximale snelheid 65 km per uur. De lengte is 350 meter. Groetjes van Casper, oftewel Casper Coaster Creator. Nou Casper, we gaan eens kijken wat je ervan hebt gemaakt. Nogmaals, nu al mijn complimenten voor het het maken van deze baan. Ik ben echt benieuwd. Zo, en daar gaan we dan. En we zien al zo'n mooie rots in het begin. En we zien ook eigenlijk de vakjes waar je in moet bouwen. Nou, we krijgen hier dan in één keer de lancering. En nou, hij zei het al, 65 km per uur. Hoor eens even, lekker vaartje ook. Ja, 65 is niet heel hard. Dus ja, ik weet niet of dat dan makkelijker wordt. Als je hem sneller zou laten gaan, is het dan moeilijker om een baan te maken? Ik weet het eigenlijk niet. Het lijkt mij niet. Of ja, ik heb daar weinig kaas van gegeten, maar het is wel een kleine baan. Het is oprecht een kleine baan. Ja, en nu kan ik wel zeggen van, joh, het is best wel knap wat je hebt gemaakt in een uur. Maar ik kan ook begrijpen dat als je dit helemaal wil aankleden, en je hebt het voor mij ook best wel minimaal gedaan met wat steentjes en wat van die boompjes. Dit is wel heel erg leuk wat je hier hebt neergezet. Dat vind ik wel leuk. Gewoon een beetje custom scenery. Maar in principe de baan is niet echt heel erg bijzonder. Hè? Misschien ben ik een beetje te streng, maar ja, wat ik al zei, in een uurtijd moet je ook niet een complete baan verwachten, denk ik. Ik ga jou voor dit project 3 tonnetjes geven. En puur een tonnetje extra, omdat ik het knap vind wat je in een uur hebt gemaakt. En ook wel leuk dat je mee hebt gedaan aan een wedstrijd. Dus goed werk. We gaan door met de volgende baan. En bedankt Casper voor jouw inzending met deze achtbaan. Wat was de naam ook? Oh ja, Connect. Sorry, ik was vergeten. Zo dan. Dit is al heel vet. Ethereal. Hallo Vincent, hier is een nieuwe baan. En deze keer alleen niet helemaal van mij. Deze is namelijk gemaakt door het 3 Blind Mice Contest. Hierbij maakt 1 iemand de baan, 1 iemand doet dan de sport en 1 iemand doet dan de thematisering. Hierbij heb ik geen contact met andere mensen en weet je niet met wie in het team zit. Iedere persoon heeft 2 weken de tijd voor zijn deel. Ik deed uiteraard de teaming. De bouwer maakt puur alleen de baan, de supporter doet de supports en het terrein en de teamer doet alles erop en eraan. De kleuren, de scenery en de environment. Maar mag het terrein niet veranderen dat in contact staat met de baan. De uitslag is geweest en daarmee zijn ook de teams bekendgemaakt. In totaal waren er 12 teams met dus 36 mensen die aan het contest mee hebben gedaan. De baan is gemaakt door G-Code. De supports zijn gemaakt door Darkstar en de teaming is door mij gemaakt, Timo. Met ons team zijn we 3rd geworden van de 12 en daar zijn we natuurlijk ook erg blij mee. De baan is een grote gelanceerde Intamin met een lounge lift.
het deel van een wetenschappelijk verborgen instituut waar ze hun nieuwe machine Ethereal testen. Dit instituut ligt verborgen tussen de rotsen van de oceaan. Hier dan een linkje naar Steam. Veel plezier, groetjes van Timo Co. Nou, dat vind ik best wel vet, want Timo, ik weet dat Timo dat hij heel goed is met teamen. Hè? Je bent heel goed met thematiseren. Maar ik vond je ook altijd heel goed, nou nog steeds, met het maken van banen. Dus ik vind het heel tof dat je hiervoor hebt gekozen om niet de baan te maken, maar toch wel voor de scenery te gaan. En dit zal dan waarschijnlijk ook bij jouw scenery pakket horen. Heel gaaf, twee hele mooie jachten. Nou ja, dit is meer een jacht en dat is voor mij gewoon een speedboot. Maar we komen hier dus aan op een eiland. Hele grote rotspartijen hier. En ik zag daar net een bordje aan de rechterkant met Ethereal Testing Ground. En dat zal dan waarschijnlijk de ingangroute zijn. Of deze grot zal ons leiden naar de achtbaan. En ja, waanzinnig hoe je dit allemaal hebt gemaakt al. Wow, dit ziet er heel vet uit. Daar is de achtbaan. Maar ik vind het concept wel heel gaaf dat je zeg maar werkt met mensen samen, terwijl je helemaal niet praat met elkaar. Je overlegt niks. Je krijgt dus gewoon random een achtbaan. Of diegene krijgt gewoon random een gebied. Weet je wel. En daar moet hij het gewoon mee doen. Daar moet hij gewoon die achtbaan mee maken. Best wel gaaf eigenlijk. Dat die ene, je mag je uitleven, weet je wel. Want degene die de baan maakt, die mag lekker doen wat hij wil. Degene die de supports maakt en het terrein, die kan ook lekker doen wat hij wil. En dan Timo, die kan lekker teamen wat hij wil. Dus in principe heb je wel de vrijheid, terwijl je ook wel een beetje verbonden bent met dan de achtbaan. Jongens, echt serieus. Ja, ik ga er gewoon in hoor. Ik vind het best. Ik ga niet wachten. Ik heb er gewoon zin in. Ik wil weten of die achtbaan vet gaat worden. En wat zal de snelheid worden van deze baan? We gaan met 50 kilometer naar boven. Het lijkt alsof die harder gaat. En wat zal de snelheid worden? Halen wij de 120 kilometer per uur? Misschien overdreven. Hoor die herrie. 115. Lekker. En komt er dadelijk dan ook nog een tweede lancering? Zou helemaal mooi zijn, maar dit is al perfect. Dit gaat al lekker. Door die bergen heen, of langs die grote rotsen, door die rotsen, maakt het ook uit. Het ziet er echt heel goed uit. Wauw. Ik weet trouwens niet als je die rotsen plaatst, of je dan wel zo'n tunnel door die rotsen heen kan maken. Want volgens mij gaat dat alleen als je door het terrein heen gaat. Dus het zijn dan, waarschijnlijk is dit allemaal terrein en zijn het geen aparte rotsen. Of het is een mix van terrein en dan de rotsen met dezelfde kleur. Dat kan ook. Maar dit ziet er heel goed uit. Kijk, de beoordeling is niet heel erg moeilijk natuurlijk. Maar ook niet heel makkelijk. Want ja, ik moet natuurlijk iemand gaan beoordelen op alleen maar de teaming. Maar het gaat wel om een compleet project. Dus laat ik het dit keer gewoon compleet eventjes gaan beoordelen. Gewoon het hele project. Want ja, op zich is het wel een team die eraan heeft gewerkt. En er zijn soms mensen die ook als team werken aan een baan en die opsturen. Dus ja, in principe mag dit ook gewoon natuurlijk. No problemo. Ook best wel toevallig dat er dan twee mensen zijn in de mail achter elkaar die dan mee hebben gedaan aan de wedstrijd en die dan hun inzending ook voor mijn kanaal even opsturen. Super toevallig en ook heel leuk. Ziet er goed uit. Dit is gewoon een hele mooie baan. Ook dit soort teaming, gewoon die kleine windmolentjes en dan ook nog een soort van woestijnzand met die bepaalde bosjes. Ik vind het echt wel heel mooi. Die kleine details die je dan misschien niet heel snel ziet, maar die er wel zijn. Ja, het klinkt misschien raar, maar ik ga dit toch gewoon het gouden tonnetje geven. Gefeliciteerd Timo en jouw hele team voor het gouden tonnetje. Dit was een heel erg mooi project. En als je het ermee eens bent, laat het weten in de comments. En misschien deel je zelf ook wat tonnetjes uit. Laat het al even weten in de reacties. We gaan door met de laatste achtbaan voor deze aflevering. Carrera del Oasis, een Intamin Blitzcoaster. Hey Vincent, hierbij weer een nieuw project. En ditmaal een Intamin Blitzcoaster met één lancering en twee inversies. De achtbaan is vooral gefocust op hoge G-krachten met veel airtime. De baan is gemaakt in FVD++, Forged Vector Design. Je hebt dit vast wel een keer van iemand horen zeggen, maar zover ik weet heeft niemand nog uitgelegd wat het daadwerkelijk is. FVD++ is een programma gemaakt door MacRides, dat wist ik dus niet. Zij gebruikten dit om hun achtbanen te ontwerpen. Tegenwoordig hebben zij een FVD 2.0.
De oude versie, FVD++, klinkt net als een politieke partij, is openbaar geworden en kan nu gratis gedownload worden. Dat over de achtergrond van het programma, maar er is natuurlijk een reden dat mensen FVD++ gebruiken. Een FVD-baan kun je gemakkelijk in No Limits 2 importeren. Ook heeft het te maken met het feit dat FVD++ niet net als in No Limits 2 werkt met Verticus. De blauwe bolletjes, die ken ik wel zeker. In FVD ontwerp je een achtbaan gebaseerd op de G-krachten. Het is met een soort grafiek en het ziet er dus ook heel anders uit. Doordat je met G-krachten werkt, is de baan een stuk soepeler en preciezer. De bochten zullen niet schommelen en er zijn geen knikjes. Op deze foto is te zien hoe FVD eruit ziet. Zo, ik zet hem even fullscreen in beeld. Dan kan je zien hoe het eruit ziet. Ik ken het programma wel vandaan, maar ik heb dit nog nooit gezien. Dus best wel heel tof dat je dit even hebt gedeeld met mij, maar ook het publiek wat nu kijkt. Er zitten in de grafiek 3 lijnen. Met de rode lijn bepaal je dus hoe snel en welke kant de trek op bankt. Met de groene lijnen bepaal je de zijwaartse krachten. En met de rode lijn bepaal je de verticale krachten. Dit zijn de krachten die vaak het hoogst komen. Laterale krachten probeer je te vermijden, behalve als je ze bewust erin doet. En in het programma gebruik je dus vooral blauw en rood, waardoor gedurende de hele rit de laterale krachten 0G zijn. Dat voor nu over FVD. Hier zijn de statistieken over mijn achtbaan. Maximale hoogte is 50 meter met een minimale hoogte van 2 meter, een lengte van 1165 meter. G-krachten minimaal 3,7G, maximale G-krachten min 1,5. En bijzondere elementen, 50 meter hoge tophead en een high-speed hurdline roll. De snelheid is 106 km per uur. Het is met custom treinen. Succes met het bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Groetjes van Wietse, YouTube en alles Coaster Creator. Wat een lange mail, maar wel ontzettend duidelijk en ontzettend bedankt voor je uitleg. We gaan hier even kijken. Jammer dat je geen custom station hebt. Nou ja, wel een soort van. Ik bedoel, er zit geen dak op, maar ik had misschien nog wel iets van custom willen zien. Geeft niet, we gaan lekker rennen naar de achtbaan. Maar het heeft dus wel zijn grote voordelen om in FVD++ een achtbaan te maken. Dan weet je precies dat die gewoon lekker vloeiend loopt. Dan weet je gewoon 100% zeker, deze baan die gaat zo verschrikkelijk vloeiend en dat voelt zo goed. Dus ja, dat is wel een heel leuk goed teken, natuurlijk positief teken. Er zijn 2 stations. Daar kunnen de mensen als het goed is gewoon uitstappen. En hier stappen ze in. Ik weet niet of het nou 2 instapperons zijn. Ik geloof het niet, want dat ziet er duidelijk uit als een uitgang. Maar wij gaan in ieder geval lekker instappen zodra de portjes open gaan. En genieten van deze achtbaan. Nou, wat is dit nou weer? Had ik daar moeten instappen? Maak het uit. Kijk, ik kan natuurlijk de snelheid laten zien. Maar dat zie je niet omdat het dus in FVD++ is gemaakt. Dus we halen het lekker weg. 106 kilometer wordt daar gelanceerd. En laten wij genieten van deze heerlijke... Ja, je merkt het gelijk al. Je merkt hoe vloeiend het allemaal loopt qua beeld. Heerlijk dit. Ik vind het wel knap. Volgens mij moet je dat best wel leren om in dat programma een achtbaan te maken. Wat hij al zei, je let op andere dingen. Je gebruikt niet die blauwe bolletjes, maar je zit meer met de G-krachten te spelen. Dat lijkt me toch wel eventjes lastig. Kijk, alles is te leren. Alle spellen die je maakt in een of andere game maken, weet je wel. Ontwerpen die je maakt in een programma. Designs of wat dan ook. Models. Moet je ook natuurlijk leren om models te maken via programma's. Alles valt te leren. Het kost gewoon meer tijd. En ook soms wel meer moeite. Maar als je het weet, kan je wel zulke prachtige banen maken. En ik denk dat je dan heel erg trots op jezelf mag zijn wat je hebt neergezet. Dit was zeker een heel mooi baantje. Carrera del Oasis. Een Intamin Blitzcoaster. Ik heb er zeker van genoten. Mooie omgeving. Gewoon een leuke baan. We gaan naar de beoordeling. Ik mag misschien een beetje kritisch zijn. Ik vond het station een beetje simpel. En ook het pleintje was allemaal een beetje best wel snel neergezet. Ik vond de omgeving prachtig met die soort van vulkaan. De baan is mooi. Maar ik ga je de 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd met ook een hele mooie beoordeling natuurlijk. Laat vooral een duimpje achter voor deze video. En ben je nog niet geabonneerd? Klik dan natuurlijk even kleine moeite op abonneren en op het belletje om geen 1 video te missen. Elke dinsdag zijn we er weer met No Limits. Gaan we weer 8 banen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Ik hoop je snel weer te zien. Hey, doei doeg. Tot volgende week. Of natuurlijk morgen bij een nieuwe video. Doeg.